Korpschef Frank Pauw, er staan ons mooie dagen te wachten in Rotterdam. Ik beloof, we gaan dit interview positief eindigen. Laten we eigenlijk ook maar positief beginnen, want het moet gewoon een feest worden. Ja, ik kan me niet voorstellen dat als je kampioen wordt na zoveel jaar in je eigen stad, weliswaar tegen Excelsior, laten we ervan uitgaan dat dat gaat lukken. Daarna word je de schaal uitgereikt in de eigen Kuip. Nou, daar zie ik geen, er is geen tegenstander. Aan de politie zal het niet liggen. Wij gaan echt gewoon op de juiste manier gaan wij mee in dit toch hopelijk feestelijke gebeuren. Dan zie ik geen reden eigenlijk om te denken dat het mis zou gaan. We zitten er niet naïef in, overigens. Toch, sommige voetbalsupporters onpeilbaar. Dus je moet eigenlijk met het ernstige rekening houden. Kan je een tipje van de sluier oplichten? Wat doet de politie? Ja, we zitten er inderdaad, wat ik net zei, we gaan uit van een feest. Maar we prepareren natuurlijk wel met de ervaringen over de afgelopen jaren. Omdat er toch een categorie supporters is die op de een of andere manier toch een andere definitie hanteert voor feest en hoe dat dan gevierd moet worden. En daar zijn we op geprepareerd. Bijvoorbeeld op Woudestein, dat is een heel gezellig, heel klein stadion. Wat gaan jullie daar doen voor de mensen die daar komen met kaartje? Nou, we hebben ten eerste ervoor gezorgd om heel goed gekeken te hebben of die wedstrijd daar gespeeld kan worden. Dat is in driehoeksverband gedaan. Natuurlijk, er zijn allerlei beperkingen en opmerkingen te bedenken. Maar voor wat we nu weten en waar we nu staan, kan die wedstrijd daar gespeeld worden. Maar dat betekent wel dat er extra maatregelen genomen worden om te zorgen dat er geen mensen binnenkomen zonder kaartje. Dat de tribunes overbelast raken. Dat er de wedstrijd gespeeld kan worden. Dat vind ik heel belangrijk. Want ik denk ik ook in ieders belang, zeker van Feyenoord, maar ook van de supporters, dat die wedstrijd gewoon uitgespeeld kan worden. Ervan uitgaan dat we daar allemaal voor willen staan. En dan is er buiten is er met name een maatregelenpakket wat er gaat voor zorgen, wat ik net aangaf. En dat zit met name dat er een extra ring is gecreëerd, waardoor je een soort rustgebied gaat krijgen waar alleen maar mensen komen die een kaartje hebben. En dat we een betere dosering kunnen krijgen in de richting van het stadion. Die ring, hoe ziet die eruit en gaan mensen er ook last van hebben? Nou nee, want we gaan het zodanig doen dat er een combinatie wordt van ja, de zaken die er eigenlijk al staan. Een combinatie van soms ook gewoon containers, hekwerk, politie. Het is een combinatie van dingen. In de Kuip gaan mensen ook kijken, dat spreekt voor zich. Dat stadion is daar uitstekend voor ingericht. Maar de stad is natuurlijk een heel ander verhaal. Hoe ziet de stad eruit tijdens de wedstrijd? Nou, tijdens de wedstrijd zal het zo zijn dat met name het Stadhuisplein, dat is toch de grote trekker bij dit soort unieke momenten, zou ik zeggen. En daar wordt een evenemententerrein van gemaakt. En dat betekent dat er beveiliging is, politie is er uiteraard ook aanwezig, dat er ook gewoon controle is op de wijze waarop mensen binnenkomen op dat evenemententerrein. Dus eigenlijk gewoon zoals we dat bijvoorbeeld met Koningsdag ook zien. En hoeveel mensen rekenen jullie dan? In totaal op alle punten? Nee, in de stad. Ja, dat is wat lastig in te schatten. Kijk, wat je wel ziet, het stadhuisterrein heeft een maximale capaciteit. Daar kan nog wel wat in geschoven worden. Dat wordt op het ogenblik nog aangewerkt overigens. Maar wat je dus wel ziet, dat er gewoon wel dan overflow kan zijn in de richting van de andere uitgaansgelegenheden. En dat zijn? Nou, je hebt de gebruikelijke cafés en dat zit natuurlijk niet alleen in de stad, maar dat zit natuurlijk ook bijvoorbeeld op Zuid, bij Landse Laan bijvoorbeeld. Dus daar zit ook gewoon een verdeel. En ik ga er toch vanuit dat de Kuip een dermate trekker gaat worden om de mensen daar naartoe te krijgen. Die avond waar vrij uniek de KNVB in meegegaan is in het verzoek van de driehoek om die schaal daar uit te reiken. Dat in ieder geval zorgt dat de druk op de stad en de druk op Woudestein toch minder is. Zijn er hier speciale maatregelen op het Stadhuisplein? Bijvoorbeeld een vorm van drooglegging, aangepaste sluitingstijden? Nee, dat is wat ik al zeg, het evenemententerrein. Er zijn goede afspraken met de horeca. Een goede combinatie van politie en ook beveiliging van de horeca op het Stadhuisplein. Wat wel gaat gebeuren, dat in de richting van 11 uur. Want dan moeten we, daar laten we nog steeds van uitgaan dat het Feyenoord wint van Excelsior. Dat er dan gaan we met de stad opbouwen, de koolsingel en alles wat er omheen zit in de richting van de huldiging de volgende dag. Het wordt een feest op de tribune omdat er heel veel Feyenoord supporters zitten die in afwachting zijn van het feest. Stel dat het feest wordt, Feyenoord gaat die wedstrijd winnen. Ik ken de hekjes op Woudestein, je stapt zo het veld op. Speelt de politie daar ook nog een rol in om dat te voorkomen? Nou, ten eerste speelt de club daar een rol in. Er zijn goede contacten ook met de directie van Excelsior. Die weten dat ook, die hebben het ook geprepareerd. De politie speelt daar uiteraard ook een rol in. En daar zijn we op geprepareerd. En
Mijn grootste zorg zit erop dat die wedstrijd uitgespeeld moet worden. En dan is de tweede zorg wel degelijk dat we ervoor kunnen zorgen dat de spelers naar de Kuip kunnen. Dus we gaan daar niet met de ME optreden. Maar het zal wel zo moeten zijn dat iedereen ook begrijpt dat iedereen erbij gebaat is. Nog, ik herhaal het nog maar een keer, dat die wedstrijd uitgespeeld gaat worden. En dat vervolgens de spelers in de Kuip terechtkomen. Ja, dit interview heeft natuurlijk een hoog wat-als gehalte. Maar wat als er 1000 man op het veld staan? Hoe ga je dan überhaupt wegkomen daar met die spelers? Nou, daar hebben we een aantal maatregelen voor. Het zou niet zo handig zijn als ik dat allemaal hier ga toelichten. Want iemand die dan toch vindt dat het feest daar zo lang mogelijk moet duren, die zal erop inspelen. Er waren een hoop geruchten. Feyenoord gaat met helikopter. Feyenoord gaat met de boot naar de Kuip als ze kampioen zijn vanaf Woudestein. Maar het wordt gewoon de bus. Laten we voorlopig met wat we nu weten, laten we voorlopig gewoon blijven doen. Dat doen we in het hele traject tot nu toe. Voor alle locaties, dus voor de huldiging, voor de wedstrijd, voor de Kuip. Laten we dat nu ook gewoon doen. Ik ga nog steeds uit, zonder naïef te willen zijn, dat we met een blije supporters hebben. En wat ik al zeg, als die wedstrijd gespeeld is en er is gewonnen, ja, dan zal het wat langer duren. We worden niet zo snel nerveus. Wordt het een soort kolonne, als dat je soms op tv ziet, als de Amerikaanse president wordt vervoerd? Die kolonne die Feyenoord van Woudestein naar de Kuip brengt? Nou, dat zou wel erg veel zijn. Ik denk dat dat ook weer niet gaat gebeuren. Maar we gaan het gewoon goed regelen. En dan als we bij de Kuip aankomen, natuurlijk zullen daar mensen staan. En daar zullen we ook voor zorgen dat het daar op een vriendelijke wijze dat de spelers ook binnen gaan komen. Hebben jullie wat dat betreft geleerd van de thuiskomst na Vitesse uit? Toen stonden er maar 2000 mensen. Was het heel gezellig, maar het duurde wel lang. Ja, maar kijk, we hebben daar uiteraard niet zozeer van geleerd. Dat zou betekenen dat we daar verkeerd hebben ingeschat. Nee, dit hebben we op deze manier ingeschat. Dit is op deze manier gegaan. We zullen nu wel wat extra maatregelen om te zorgen dat het zal daar stukken drukker zijn dat we het op die manier kunnen doen. Maar nogmaals, ik heb geen zin in ME'ers die een feestelijke kolonne dat schoon moeten vegen. Dus er worden ook wat fysieke maatregelen genomen. Dan zal het wat langer duren. Ik heb daar wel vertrouwen in. Lang leven het internet, het wemelt van de geruchten over supporters die gaan lopen. Misschien wel van de Kuip naar de stad als het afgelopen is. Misschien wel van Woudestein naar de Kuip. Houdt de politie daar ook serieus rekening mee? Ja, wij volgen het internet ook. En iedereen zal ook begrijpen, we houden in al die scenario's die we maken, houden we daar ook rekening mee. Alleen ja, je kunt, jij en ik kunnen meer scenario's bedenken dan dat er mensen zijn die het kunnen uitvoeren. Dan wordt het uiteindelijk sowieso een keer maandagochtend. Mocht Feyenoord een kampioen zijn, dan gaat hier een geweldige huldiging plaatsvinden op de Coolsingel. Hoe pakt de politie dat aan in de wetenschap dat er mensen zijn die de hele nacht feest willen vieren en misschien wel in één keer door willen gaan? Ja, nou ja, goed, daar zit ook een pakket van maatregelen op. Je moet me maar vergeven dat ik niet alle details daarvan ga aangeven. Nee, en laten we ook. Ik denk eerlijk gezegd dat de huldiging zoals die hier gepland staat. Ook weer lering. Daar hebben we wel lering getrokken uit de lessen van 99. We hebben externe experts daarbij gehaald. Hoe je op het gebied, vergeef met Engelse woord, crowd control. Hoe je dat moet doen, hoe je het verder moet opbouwen. Hoe je dat moet neerzetten. Daar hebben we natuurlijk zelf expertise op. Maar in die combinatie hebben we denk ik hier ook gewoon de huldiging zodanig staan. Ook een beetje de ervaring. Je moet soms ook een beetje van goede ervaringen uitgaan. We hebben natuurlijk de bekeruitreiking van vorig jaar, de huldiging gehad. Ja, dit is XL natuurlijk. Ja, hè? Dat weet ik wel. Ik bedoel, die beker heeft toch een andere. Maar je kunt wel, laten we zeggen, op een kleinere schaal kun je wel zien wat wel en wat niet werkt. Ik denk dat het al helpt dat het gewoon inderdaad de volgende ochtend om 12 uur is. Dat er een veel meer gemengd publiek is met veel meer kinderen. Dus gewoon het hele profiel is gewoon anders. Ik denk dat we de vakindelingen, dat we dat soort zaken, we gaan ook geen speciale vakken doen voor kinderen. We mengen het, we laten het ook gewoon mengen. Er zijn schermen, dus iedereen kan wel de sfeer van de Coolsingel. En als je toch niet gelijk zicht hebt, dan kun je het toch nog steeds zien. Dus ja, ik denk gewoon dat we met als driehoek en als politie dat we en de partners er alles aan gedaan hebben om de fans, de supporters ook gewoon te accommoderen in die unieke situatie na 18 jaar. Aan de politie zal het niet liggen. Wij zullen wat dat betreft er relaxed en rustig in zitten. En ik doe nogmaals een beroep op de Feyenoord supporters. Het blijft voor mij anders niet te begrijpen, maar ook niet uit te leggen dat je in je eigen stad kampioenschap geen tegenstander. Ik zie geen reden waarom het uit de hand zou moeten lopen als we allemaal een beetje normaal blijven doen. Komt er vanuit de politie nog een advies voor de mensen die naar de huldiging komen? Bijvoorbeeld kom vroeg of juist niet.
Parkeer daar, kom met het openbaar vervoer. Ja, nee, er komt nog een set met advies. En uiteraard, iedereen zal weten dat met de auto heeft geen zin. Dus kom met het openbaar vervoer, kom met de fiets. Kom vroeg inderdaad. Ja, het is toch hetgeen die het eerste komt, die het eerste maalt. Want we bouwen die vakken wel gewoon op. En als ze vol zijn, dan zijn ze vol. Neem geen grote rugzakken mee. We hebben toch een combinatie van aan de ene kant een huldiging en toch gewoon een wereld die nog steeds in aparte tijden verkeert. Dus we houden met alles rekening. Maar dat zijn een paar adviezen die ook wel eigenlijk voor de hand liggen. Je hebt het over de vakken voor het stadhuis. Tot hoever loopt dat door? Hoeveel mensen kunnen we kwijt? Nou, we hebben de overloopsituatie die gaat bijna tot aan het eind van de Kalsingel. Ook nog in de richting, als alle touwen breken, dat er ook nog in de richting van de Binnenrot gegaan kan worden. Dus ja, wij kunnen een hele forse hoeveelheid mensen aan. Ja, forse hoeveelheid. Journalisten willen altijd aantallen. Nou ja, kijk, dan moet je meer rekenen als het boven de 100.000 gaat komen. Dat kan nog steeds hier kunnen we dat in kwijt. Kan de politie van Rotterdam dat aan? Of wordt het geassisteerd door omliggende gemeentes, misschien wel uit andere provincies, misschien wel korpsen? Ja, kijk, we zijn al een tijdje nationale politie, maar dat hadden we daarvoor ook al. De inzet bij ons is dermate groot. Omdat we natuurlijk wel, we gaan uit van het beste en het vrolijke. Maar we zijn wel geprepareerd voor mocht dat toch anders worden. En dat betekent dat er uit heel Nederland ook, met name ook gewoon de politiemensen ook hier aanwezig zijn. Zowel op zondag als op maandag. Het is natuurlijk geweldig om dit te mogen voorbereiden, want dat betekent dat we wat te vieren hebben. Is het dan eigenlijk ook jammer dat je met die paar, ja, zeg het maar gewoon, mafkezen rekeningen moet houden? Ja, maar dat vind ik altijd. Ik bedoel, dat is, als je ziet met wat we hiervoor moeten inzetten om de veiligheid van ieder te waarborgen. En dat blijft gewoon absurd. Kijk, eigenlijk zou je het gewoon met twee wijkagenten en de mensen van de voetbaleenheid zou je het gewoon moeten doen. Er is geen tegenstander, hè? Dus het zijn allemaal je eigen mensen, het is je eigen club, het is je eigen stad. Maar ja, het is nu eenmaal een feit en laten we hopen dat we na afloop kunnen zeggen veel te veel politie in de planning en op straat gebracht. Dan een persoonlijke vraag, verheugt de korpschef zich er ook op? Is de korpschef misschien ook wel een beetje Feyenoord? Nee, ik verheug me er zeker op. Ik zit hier nu 7 jaar en ik heb in 1999 een aantal jaren in het district Feyenoord Ridderster gezeten. En ik ken de club, wat er in de harten zit. Ik ken geen trouwere supportersgroep dan van Feyenoord. En na 18 jaar gun ik het de stad, ik gun het de supporters, ik gun het de goede supporters. En ik gun het de spelers en wat dat betreft verheug ik me er ook op. Het laatste is, de camera is... Voor de korpschef, zeg het maar tegen die mensen die zondag misschien toch iets in hun achterhoofd hebben van joh, misschien ga ik er wel een zootje van maken. Ja, dat zou heel erg dom zijn. Ik herhaal het nog een keer. Het is Feyenoord, het is Rotterdam, het is de eigen stad, het is na 18 jaar. Aan de politie zal het niet liggen. En het enige wat ik zeg, wij gaan er in ieder geval een feest van willen maken. En het beroep wat ik doe is, doe daar gewoon aan mee.